RTV Drenthe weervrouw Leidy van der Veen overleden. Na hard werken viert Schonebeek feest. Coevorde onthult stadsgravuren. In haar woonplaats Veenoord is vanochtend vroeg op 79-jarige leeftijd weervrouw Leidy van der Veen overleden. Ze presenteerde jarenlang het weer voor RTV Drenthe. Op jonge leeftijd leert Van der Veen door haar vader de fijne kneepjes van het weervak. In 1972 trouwt ze met Henk van der Veen. Samen delen ze dezelfde passie voor het weer. Ze laten zelfs een weerhut bouwen in de tuin. Van der Veen volgt weerman Jan Pelleboer op bij RTV Drenthe en is 25 jaar de stem en het gezicht van het weer. In 2017 stopt ze na 25 jaar trouwe dienst. Leidy van der Veen wordt in besloten kring begraven. Wiebes op kop, Wiebes afgetekend, Wiebes sterk en Wiebes die gaat makkelijk winnen. Cecchini wordt tweede. Lorena Wiebes heeft de vrouwenkoers van de Ronde van Drenthe op haar naam gezet. De renster van Team DSM was in de sprint de snelste van de kopgroep. Ja, ik had hier echt nog wel mijn zin op gezet om te winnen. Zeker omdat het de laatste wedstrijd van het seizoen is en een wildtoer. Ja, dan is het alleen maar mooi om het seizoen zo winnend af te sluiten. Door dit iconische beeld lijkt het soms alsof de tijd in Schonebeek wat stilstaat. Maar het oliedorp is allesbehalve in slaap gesukkeld. Vandaag viert het dorp dat er de afgelopen jaren hard is gewerkt om het verouderde centrum op te knappen. In Schonebeek steken de mensen de handen uit de mouwen, hè, en die willen zelf wat. In 2013 werden honderden inwoners ondervraagd over wat zij aan het dorp willen veranderen. Uiteindelijk waren er 8 thema's waar verschillende werkgroepen mee aan de slag gingen. Een groep inwoners onder de naam Meer doen in Schonebeek hield de vooruitgang in de gaten. En meer doen is eigenlijk met een R'tje in het midden, namelijk meedoen en ook als bevolking meer doen. Nou, dat meer en meedoen van de bevolking is goed gelukt, want verschillende projecten zijn nu klaar. 3 belangrijke dingen. De centrumvernieuwing is klaargekomen. Sport, dat is de stichting Schonebeek in actie geworden, die heel veel dingen organiseren. En als laatste het multifunctioneel centrum, en dat is het Oude Gemeentehuis geworden. Is het erop vooruit gegaan? Enorm. Ja, een hele verbetering voor dorp en omgeving. Het is werkelijk enorm veranderd, vernieuwd, gelukkig. Ja, het werd ziet. Het is mooier geworden. Het centrum op zich is ook mooi geworden. Dus ja, ik vind het wel heel erg leuk om te zien. Het grootste werk zit erop en dus kan de groep meer doen stoppen. Dus de slogan is nu van we stoppen met meer doen, maar we gaan niet minder doen in Schonebeek. Precies, want er zijn nog altijd wensen. Een paar grote. Ja, daar zijn we eigenlijk nog steeds bezig met de zuidkant van het centrum. Waarin we hopen dat dat nieuwbouw komt. Met ook alle winkels op het Palletplein. Ook de supermarkt. Met appartementen erboven. En anderen zijn wat sneller tevreden. Nou, zou ik wel leuk vinden als er eens een groenteboer kwam of zo. Dat zou ik ook wel heel interessant vinden. Of die er komt, is afwachten. Wat wel zeker is, sommige dingen blijven gelukkig wel bij het oude. En ook daar zijn ze in Schonebeek best trots op. In het voormalige Fletcher Hotel in Emmen zijn vanmiddag de eerste vluchtelinggezinnen aangekomen die daar tijdelijk opgevangen worden. De komst van zo'n 30 tot 35 gezinnen was eerst uitgesteld naar later deze week, omdat het COA meer tijd nodig had om de locatie goed voor te bereiden. Maar na een nieuwe noodkreet van het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben de veiligheidsregio en de gemeente een tandje bijgezet om alles klaar te maken. De 150 vluchtelingen zitten er tot uiterlijk 8 januari, dan komen er zorgappartementen in het gebouw. Een stukje geschiedenis komt terug in Coevorde vandaag. Voor de kapsalon in de Bentheimerstraat wordt de eerste van 4 nieuwe stadsgravures onthuld. De eigenaar van de kapsalon heeft voor de gelegenheid een kruideniersjas aangetrokken. Want op de grote steen staat de kruidenier afgebeeld die vroeger in dit pand zat. Je kan er niet omheen. En dat vinden wij eigenlijk wel heel erg mooi. Ja. Het toont ook echt van wat hij vroeger heeft gezeten. Hè? De geschiedenis zegt ook dat deze meneer heeft hier gewerkt. Dus dat maakt het ook wat tastbaarder voor ook toerist. Want ja, die wil ook wel graag weten van, oh, geveltje leuk, maar wat is dit eigenlijk? De gravure is met de hand gemaakt van Belgisch hardsteen en weegt 150 kilo. Nou, ik vind hem prachtig. Ik vind hem ook heel goed passen bij Coevorde, de stad van de historie en van de strijd. Ja, hier ligt zoveel historie, letterlijk. En nu ja, kun je er ook overheen lopen en zie je het als je zo'n prachtig oud pand betreedt. En dat hoort helemaal bij Coevorde.
Er komen nog 3 van deze gravures in de binnenstad. Allemaal vertellen ze iets over het verleden van de markante gebouwen waar ze voor liggen. Deze komen voor Café Vancouver, Café Het Geveltje en het oude gemeentehuis in de Kerkstraat. We hebben heel veel winkeliers die al jarenlang een winkel hebben, mooie dingen achter die voren doen. Dat willen we laten zien. En deze plaat is ook echt een schoolvoorbeeld van ambachtelijkheid. Dus ook Coevorden als ambachtstad komt hier ook naar voren. Dit is allemaal onderdeel van het plan om Coevorden op de kaart te zetten als stad met een rijke historie om veel bezoekers te trekken. We hadden en hebben ook nog wel met leegstand te maken. In 2018 was het echt enorm. Eigenlijk moeten we transformeren van een voormalige winkelstad naar meer een bezoekersstad. En om bezoekers te trekken moeten we wel onze verhalen gaan vertellen. En vandaar dat dit er naadloos in past. Feest vanavond in Norg, want camping de Norgenberg bestaat 100 jaar. Het recreatiepark viert het jubileum met zo'n 400 gasten en medewerkers. Ja, dat is best wel veel. We zijn ook heel blij dat dat nu weer allemaal kan en mag. En het is heel leuk dat mensen eigenlijk uit heel Nederland toch hier naartoe komen om dat samen te doen. Het park begon als een theehuis en pas later werd het ook een camping. Maar een exacte datum waarop die begon is niet vast te stellen. Destijds nog zonder dat daarvoor een vergunning afgegeven was. Hè. Toen was kamperen nog vrij en waren er ook nog geen campings. Alleen was dat gewoon in de vrije natuur. Overal zette men hun tent op. Hoe dan ook zorgen al die vakanties voor een hoop herinneringen die vanavond natuurlijk met elkaar worden gedeeld. Dit is het 15e jaar ongeveer dat wij hier komen nu. Iedereen komt bij elkaar. Het is ook leuk om allemaal bekende gezichten weer te zien van de receptie en de eigenaren. Dus dat is heel leuk. Ja, ik kom hier al sinds ik een jaar oud ben. Ik kom hier nu voor 17 jaar. Ja, nu werk ik er ook. En dat was als klein jongetje was dat altijd echt een droom. Dan was het, ik wil echt bij de pretmakers. En nu zit ik nu in het groen, maar in de zomer ben ik in het geel te vinden, in pretmakerskleuren. Heel veel van je kindherinneringen zijn ook op de camping of tijdens je vakantie. En dat merk je nu ook wel terug naar mensen die terugkomen. Ja, ook mensen die inmiddels terugkomen met hun eigen gezinnen. Dat is heel leuk. Ja. Op dus naar nog 100 jaar. Nou, wij gaan in ieder geval nog een eindje door. 100 jaar zal ik niet redden, maar wie weet. Ja. Vanavond klaart het vanuit het zuiden steeds meer op. Het kwik daalt tot zo'n 3 à 4 graden. Hier en daar is er kans op een mistbank. Zondag doet morgen zijn naam eer aan. Er is veel zon. In de middag wordt het zo'n 13 graden en blijft het droog. Maandag begint bewolkt met af en toe heel lichte regen. De dagen erna blijft het vooral droog met regelmatig wat zon. En met temperaturen van zo'n 14 graden is het best prettig voor de tijd van het jaar. Dit was Drenthe Nu voor vandaag. Meer nieuws leest u online op rtvdrenthe.nl en in onze app. Nog een heel fijne avond en graag tot morgen.